wat een leuk schouwspel. Kijk nou toch. Een soort van processie, madame Ambers. Giet er toch nog een optocht door dit jaar. Enig. Hallo! Hi. Goedemiddag. Hallo. Zien we hier aan het goede adres voor de... De koe en de gans, ja. De koe en de gans. Ja, het zijn twee koeien, hè? Ja. Maar ze hebben het altijd al verdiend. En voor die? Ja. Nou, ja, wij hadden het erover. Want we horen vanmorgen al een keer heen. Van wat een nevens. Ja, dat kan. Is dat nou een koe of een stier? Dat is een koe. En hij is de stier. Om het helemaal verwarrend te maken. Ja. Dus met horens is de koe en zonder horens is de stier. Ja. Die hebben eigenlijk gewoon horens, maar we hebben die eraf laten halen. Voordat die begon te groeien, zeg maar. Ah, oké. Okay. Ja. Hé, hey, maar kent je het programma trouwens? Ja, volgens mij wel, ja. Ja? Nou zien we de ganse provincie al door het gewoon 6 jaar lang, ruim. Maar die combinatie hebben we nog nooit gezien. Nee. Vertel. Ja, dat is gewoon vanzelf zo gegaan. Ja. We hadden er vrij snel al een gans bij. We hadden eerst die koeien en toen een paar ganzen erbij. En die ganzen zitten eigenlijk altijd wel al bij die koe. Die zijn gewoon kei lief van elkaar. Dat zijn dikke vrienden? Ja, ja. Ook die toch? Ja. Dat is de zoon? Ja, dat is de oudste. Ja. De oudste, hoeveel heb je er? 3. 3? Ja. Ja, dat, is voor dat is voor de kinderen natuurlijk ook superleuk. Ja, die vinden dat wel keileuk. Ja. Nee, die zien altijd wel al heel lief voor elkaar. Maar en in de zomer staan de koetjes hier voor en bleven de ganzen normaal altijd achter in de andere wei. Maar en eerder vond hij dat geen probleem. Maar vorig jaar of zo een keer, toen was hij heel onrustig. En in één keer een paar dagen later zat hij ook voor in de wei. Is hij er zelf heen gevlogen, wou hij er toch achteraan. Maar hoe kan dat, want ik heb gezien, dat door heb je ook nog ganzen, hè? Ja. Wie kan die heb ik vorig jaar pas erbij genomen. Maar ja, die had hij wel geaccepteerd of zo, maar dat is niet, zijn geen dikke vrienden. Hij is nog steeds liever bij de koe. Is het een hei? Ja. Oh, het is een hei. Ja, hallo! Ook nog. Ja. Er komt er nog een naam. Dat is de middelste? Ja, oh. Dat klopt. Ja. Hallo. Hi. Hoi. Hoe heet jij? Jaap. Hoe? Jaap. Jaap? Ja. Wat een leuke naam. Ja. Jaap. En dat is? Dat is Sef. Hoe? Sef. Sef. Ja. Oh, lekker stoer. Ja, lekker Limburgs toch? Sef en Jaap en? Fien. Fien. En waar is Fien? Ja, weet ik ook niet. Die zitten denk ik nog buiten, denk ik, of niet? Moet ik ze halen? Ja, dat kan. Dat is die kleine zusje dan, hè, Jaap? Ja. Nou, even Fientje halen en dan hebben we... En waar is vader? Ja, Dennis aan het werk. Oh, dat is aan het werk? Ja. Otto? Ja, dat stutter, hè. Dat stutter, ja. Otto is weg met een auto. Ja, nou. Maar het werk. Met een auto. Hebben ze ook namen? De koe heet Muxke. En hij heet... Dat is Muxke. Muxke? En dat is Mucky. En de gans? Dat is Sjaki. Sjaki. Ja. En overal waar Muxke giet, door giet Sjaki ook? Ja. Ook wel eens andersom. Ik heb ook al eens mee gezien dat ze ook achter de gans aanloopt wel. Het is niet alleen maar de gans erachteraan. Nou, maar... sterker nog, we hadden net een ontzettend leuk... ze kwamen in een soort van optocht, kwamen ze naar ons toe. Ja, ja. Koetje voorop, gans in het midden en koetje achteraan. Ja. Nee, hij beschermt ook echt die koe. Toen hij nog niet zo lang voor in de wei erbij zat, ging hij ook echt de stier wegjagen iedere keer. Als we dan in de winter, of ja, als het echt winter is, dan zetten we ze in de stal, zeg, of in de andere wei. Maar als we hierbij moeten voeren, dan... Dan jaagt hij echt de stierke weg, totdat hij en de koe klaar zien. Ja. En hoe gaat dat nou bijvoorbeeld in de winter dadelijk? Ja, dan muggen ze door naar die wei
En dan kunnen ze binnen. In de stal. Koetjes ook? Ja, ja. Dat zit dan allemaal bij elkaar? Dat is eigenlijk een alle paardenstallenstad. En daar hebben we een poortje in de muur laten maken, zodat ze 's winters daar zelf in en uit kunnen lopen. De koeien ook? Ja. Ja. Dus daar zitten de koeien, de ganzen en de schurp? Ja, net wie er binnen wil, gaat er in. Ja. 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 Komen ze dan s'nachts allemaal naar binnen? Of varieert ja, volgens, als het wat koud vinden, dan gaan ze meestal wel naar binnen. Ja. Ja, dan liggen ze daar gewoon. Ja. Ik zal ze water geven? Ja. Weet ik niet. Best ik een beetje de. Sef, best ik een beetje de opperhoofd voederen? Dat ook wel niet, maar. Nee, hè? Ik heb meer de. Wat ik moet doen. Ik moet bijvoorbeeld de hond van het bedrijf. Dus daarachter ligt het bedrijf, moet je aan de tuin. Ja. En de waakhond, die moet ik heel goed verzorgen. En de katten moet ik verzorgen. Achter, kijk, daar zit bijvoorbeeld al een kat. En de koeien die doe ik soms water geven. Want dus ik best wel echt een dierenliefhebber. Dat hebben ze allemaal wel een beetje, hè. Wie had je trouwens vanmorgen stiekem een even een met Huxke gekeken? Ja. Want er hong een bordje, ja. Ik ben in de tuin. Oh ja, ja! Ja, daar zit er eigenlijk altijd wel, ja. Oh, zo. Maar dat wordt ook niet mis. Dus ja, we weten dus nou wel dat je nog een prachtige moestuin hebt achter. Oh ja, ja, dank je. Verse groenten? Ja. Bloemetjes? Ja, nou niet zo heel veel. Ja, van alles. Ja. Oké. Okay. Ja. En Jaap? Ja? Hoe is het met die kleine zusje? Ja, die is bij je. Oh ja, die is er gaan. Die is bij je bier met je lieve hangen net. Ja. Ik heb ze net pas uit school gehaald. Gewoon even. Even de... ja. Mam was het even vergeten. Ja. Dus ga niet toe. Ja, nee, dus, ik heb er voor mijn broer nog twee bij op donderdag. Die zitten nog achter. Dus ik wist even niet eens goed wie er nou wel en niet was. Oh, dat is niet goed. Ja, moet je die daar blijven? Het is ook wel een kinderparadijs. Ja. Moet je die daar blijven? Nee, laat maar. Ja. Een grapje. Nee, die zien donderdag zijn nog wel even hier nog. Totdat ze klaar zijn met werken. Op de kleine kinderboerderij? Ja, een beetje wel. Hè. Heb je dat altijd gehad? Beestjes? Ja, eigenlijk wel meteen. Ja. We hebben eerst ergens anders hier wel gewoond. Maar daar hadden we ook al meteen een beetje. Daar hebben we de koetjes al. Ja. Ja. Zo, meestal beginnen mensen met iets kleins, zoals een kanienke of een cavia. Ja, die heb ik ook of nog kippen. Gehad. Een kanientje heb ik ook nog eerst gehad wel. Ja. Maar koeien en dan ook nog direct tweeën. Ja, nou op de kinderboerderij in Wellerlooi. Hij is toen een koppeltje te koop staan. Die waren toen nog kei klein. De koetjes? Ja, van die koetjes. Ja, deze niet. De vader van deze was dat. Oh. Maar dan hebben we toen weggedaan. En toen is deze nog door van geboren, zeg maar. En daar hebben we toen erbij gehouden. Maar is dat dan broer en zus? Of nee, moeder en zoon. Moeder en zoon? Ja, ja, ja. Ja, hij is ook os geworden, zeg maar. Hij is geen echt stier meer. Oh. Hij is ontmand. Ja. Ontmanteld. Ja, 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 ja. Maar het gaat nu redelijk goed tussen het stierke en de gans. Ja, zeker. Ja, hij is wat rustiger geworden. Hij, ja. Hey, en Jaap, ik heb gehuurd van Sef wat hij allemaal duidt voor de dieren. Ook voor de waakhond van de buren en zo. En wat duidt hij allemaal voor de dieren? Ja, ik haal wel eens brokken voor Stubby. Wie is dat nou weer? Als het voor jou moet. Voor ons hond. Ja, en wat nog meer? Als ze dieren niet zo leuk vindt, mag ze dat ook gewoon zeggen. Ja, ik hou wel van de dieren. Oh, oké. Okay. Jawel. Dan geeft ze niet zoveel voer. Nee. Dat doet papa en Sef meer. Oh, papa en Sef. Ja. Oké. Okay. En help je mama graag met dingen of zo? In de tuin? Eigenlijk ook niet, hè? Ja. Ook niet? Alleen met de moestuin aanpoten. Ik kan meer van papa helpen. Maar. Meer papa helpen soms. Ja. Nee, in de tuin ook niet, zeg. Buiten in het bos en... Kom buiten spelen, dat doe ik vaak. Hutten bouwen? Ja. Ja, daar zijn we ook mee bezig. Oh, kijk. Wie is we? Onze buurjongen Sef en ik. Oké. Okay. En daar zijn jullie mee bezig? Ja. Dus dat wordt een grote? Ja, soort van. Soort van. In het bos? Ja. Oké, okay, cool. Hier recht naar achter is nog een stukje bos. Oké, okay. En dan komen ze ook dukker aan overhoren van heb je nog pleingurgens liggen of zo? Nou, dat die... nee, ze hebben bij vaders al een aantal pallets weggeslept. Alleen, we zijn nu een pauze, we hebben nu een ander project. We zijn nu een crossman aan het bouwen voor de speelgoedauto.
Al zo'n op afstandsbediening? Ja. Ja? We hebben nou wel een grote crossbar voor de motor en de quad. Alleen, nou zijn we een kleintje aan het bouwen voor de speelgoedauto. Jullie hebben ook al een motor en een quad? Ja. Wie rijdt er op de motor dan? Ik op de motor en hij op de quad. Ja. En papa heeft een tractortje. Een tractortje? Oh, dan rijdt hij achteraan zeker? Ja, alleen die gaat niet zo hard. Nee, dat snap ik. Dus als jullie zin hebben, kunnen jullie er tussenuit, want papa kan jullie toch niet bijhouden? Nee, die kan ons echt niet bijhouden. Is dit nou een bezienswaardigheid geworden? Ja, eigenlijk wel inmiddels, ja. Ja. Ja, toen ze er afgelopen winter niet waren, dan stonden ze door in de wei. Toen waren er echt al mensen die zich wel... Zorgen maken. Ja, ja. Zou je er wat gebeurd zien? Ja, ja, waar zien ze toch gebleven, ja. Hey, en tot slot, die flessen die er hangen, hè? Oeh, nou heb ik dat gezegd. Doe een gokje. Doe eens een gokje. Nee, met al de nee voor de vuurpielen te zetten. Oh, de vuurpielen. Ik dacht al dat er god werd. Wat voor een verhaal en vastgoed. Nee, heel simpel. Want er stond iets op die rechterfles stond iets geschreven. Bedankt voor. Oh ja, die hebben we toen van iemand een keer gekregen. Toen hebben we voor het pertje gezorgd. Kijk. Ja. En daar doe ik wel weer voor zorgen. Ja, ja. Oh, kijk, nou is het verhaal toch rond. Die doe ik altijd poetsen en mooi geven. Ja. Ja, en een peert hadden we nog niet gehad in dit verhaal, hè? Nee, daar wacht hij nog op. Ja. Ik krijg nog een paard. Hey, superleuk. En ik hoop dat, dat ze nog heel lang bij Joch mogen zien. Ja. Want het is echt een. Het is zo leuk gezegd. Ja. Ja, daar komen echt mensen mij speciaal met het fototoestel terug. Ja, en nog wat bewegende beelden. Ja, ook nog. Op tv. Nou. TV? Ja. Ja, je had nog niet in de gaten. Had je anders schoenen aangetrokken als je geweten had dat je op tv kwam? Nee? Oké. Okay. Ik loop altijd op sokken. Ja. Ja, meestal wel, hè. De sliet is ook lekker snel, hè, man. Ja, dat is wegwerpvrij.